Ja, we gaan een keer een bezoekje brengen aan onze beste vrienden Scallywags. Oh, door, 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 door. Bitch. Oh, Bitch. ik ben dood. Scallywag. Waar zit die nu weer, hè? There you are. Come at me, mate. I don't know what to expect. Ja, je komt wel op mij af. We gaan een keer zien wat dat hem kan doen, hè. Nou, eigenlijk echt niet veel, dat is echt easy. Nou, ik ben eigenlijk benieuwd wat hij kan krijgen van die Skellywax. Dus, bij Mob Drops. Wat was dat? Novelty hat? He was number one. I mean, I want this. Jonah heeft sombrero, ik wil novelty hat. Oh my god. Oh my god. Er zit hier een amethyst dome in. Laat ik maar via hier naar binnen gaan, zolang dat ik nog geen mining fatigue heb. Dat is nummer 1. En hier hebben we dan nummer 2. En hier nummer 3. Ik sta like iedere keer vast door onder. En het belangrijkste van al, de sponges kunnen we niet vergeten. En wat is dat? Smitty Werbenjager Man Jensen. Wat? Wat? Dat is een zwaard. Die items van die wel kunnen echt wel nog handig komen. Wat? Oh, die. Oh, die doet damage. Oh! It was at this moment that he knew. He fucked up. No, 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 no. Nee. Nee, nee, nee. Nee. Fuck! A few moments later. Wait, what? Wait, what? Hoe, hoe? Huh? I mean, I don't mind. I don't mind. Hello, your brother is dead. Yes, yes. Wait, wait, what? Waar is die bel naartoe? Huh? Die bel is weg. Ik heb 2 seconden niet gekeken naar die bel en die is weg. Pfff. He dying. Give me my headgear. Give me my headgear. I want my headgear now. Please give it to me. I don't need your sword. I already have 20 of them. I can put mending on them. Come on, Twiffy. Oh. Yes! He was number one! I got it! Yes, 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 yes. Ja, ik heb nu mijn Elytra. Maar ik zag in de GUI dat er een Tarantula Hawk Elytra is. En met die Elytra kan ik gewoon alle enchants erop zetten die ik nodig heb. Dus ik zal een keer mooi gaan lezen in mijn hoekje. Waar dat ik dat beest kan vinden. Je kan die beesten gewoon temmen. En ik moet naar een desert, maar ik weet niet waar dat er een desert is. Ga zetten, wat kan ik hiermee? Is dat al? Oh my god. Is dat all I can do? Bro, die fucking, die bounty boards zijn bijna OP. Ik heb gewoon al zo hard geleveld, ik kan ze totems nu krijgen. Ja, oké. Dat moet ook wel fix. Hoe heb je totem zelf nodig? Wel, totem of dying? Ja, maar voor wat je het nodig? Dat is zo cool. Ik ga ze verkopen naar Rutger, want die wil dat. Voor 20 diamonds. Ja. Oh my god. Holy shit, dat is bijna cool. Gast, je kan gewoon een olifant temmen. Ik ben weer fucking sidetracked, like usual. Oh my god, haha. De stack naar Australië, Vince. Wat? Een fucking kangaroo kan een melee weapon gebruiken. Wat? Ja, hier. Dat is natuurlijk alles een zak of zo dan. Ja, echt serieus! And access the kangaroo's pouch inventory by sneaking. If there is a melee weapon placed in the pouch, the kangaroo will use this whenever it's, it attacks. Ja, we zijn terug in base. Mijn clips waren goners, maar ik heb gezien dat we deze coole boots kunnen maken. En dat we daardoor sneller zijn op zand alleen, though. Dus laten we maar een keer gaan proberen. Oh damn, dat is echt een heel stuk sneller. Ja, sinds dat we de end gereed hebben, hebben we natuurlijk gunpowder nodig voor fireworks met de Elytra. En daarvoor heeft Simon deze gunpowder farm gemaakt, of creeper farm. En damn. Ja, ik ga wel 3 stacks pakken. Ja, we gaan dan toch maar een keer die bountyful checken, wat Jonas zei daarnet. Hoe werkt dat eigenlijk? Uncommon bounty. Ja, we gaan dat pakken. Flint 16, kool 06. Oké, dat is easy. Aha! Heel veel van die quests zijn wel met flint te maken. Oh damn. Je kan gewoon
low level al een trident krijgen? Like, what? I mean, I'll take it. Dus ja, veel gravel hakken en bounty completed, dan ter hen leveren en ik ben al level 8. Ik ben gearriveerd. Echt jammer dat je geen items kan in armor stands tegen, hè. Ja, echt jammer. Ik weet niet waarom. Waarom is het jammer? Waarom ben je fuck off? There you go. Wat is er gebeurd met mijn turtles? Zijn de turtles dood? Wat? Don't tell me the turtle. Ah nee, de turtles zitten hier nog. Waarom zeg je dat? Ja, ze waren weg toen ik daar was. Ze zitten hier nog. Ze zijn allemaal aan het haaien. Maar jullie zien aan het liefst. Mantisje. Wacht, misschien doet hij iets. Ik ga een boekje lezen. Ik zie hem nodig. Niet kijk, niet nu volgt hij mij. Dat is de mijne. Ik heb hem al getamed. Hij volgt cool. mij. Kijk, wacht, als deze mij attackt. Hij doet fire attack. Ja. Een bos. Een mini-bos. Nice. Oeh. Als ik een item in zijn hand geef, gaat hij die blokken breken. Ah. Je gaat er naartoe, kijk. Oh. Heeft het gebroken, heeft één blok gebroken. Waarom hoor ik stoel ASMR? Die enkele lach zo. Simon laugh. Ah, is het een probleem misschien, meneer? Nee, lach is nog mooi. Shut the fuck up. Ja, maar heb je toevallig nog gewoon iets voor mij? Ik kom bedelen. Ja, kijk. Oké, okay, I'll take it. Is dit wat je nu doet op de server? Gewoon mensen naar alles te gevallen? Dan ben ik al wel lang bezig aan mijn parcours, maar dan denk ik, nu heb ik erover nagedacht en ik denk niet dat iemand het ooit gaat doen. Misschien toch nog een keer beginnen met de modpack? Nee, ik ga nog eerder een casino maken. Nice, meneer maakt een casino voor zelf gescamd te worden. Oh, ik weet wat ik kan doen. Oké, okay, wat er iemand met mij een ding is gaan killen? Warden? Die, ja, Warden. Oh god. Ik had een achievement. Okay, is er iemand? Valtijn, please. Mijn kruisheer. Bruh, als je... Je wordt getoeshot met netherite armor, ik heb diamond armor. Ja, ik had het al gemerkt. Ik heb geen decent bow, enkel die damaged bow van de Ender Dragon fight. Oké, okay. Ik heb een bow voor jou, Valtijn. Ik moet gewoon meegaan in battle. Oh god. Waarom is er een fucking... Ah ja. Trash. Microagressie. Ben je daarop? Het is gewoon zo, dat is zo random zo. Maar allee, waar is het? Ah, hier zo. Dat is een micro-agressie. Er staan hier twee chests, maar we kunnen ze niet openen. Ja, fuck it. Break it, break it, break it. Ran. Je is net op mij gespand. Nee, stil zijn, hé. Stil zijn, valt en niet lopen. Wat doen we? Back to ways. Die gaan hier blijven. Ben je weg aan het lopen nog altijd? Ja. Ik ben hier gewoon aan het afwachten hoor, op die kerel. Ja, ik moet weg. Oké. Okay. We kunnen het wel later doen dan. Ik hoop dat je tegen dat nog niet veranderd bent van gedacht. Oké. Okay. We kunnen konden fucking hard avoiden eigenlijk. Warden is zo OP, maar je krijgt er geen shit van. What the fuck? Ja, dat is wat ik al heel snel zeg. Het is niet moeilijk om hem te defeaten. Je staat gewoon op een platform 20 blokken van hem en je kan niks. Ik ben nu wel teleurgesteld hoor. Ik heb gelezen van die cap zit als ik er een music disc in steek. Dat hij transformt? Come on. Dus kijk, hè. Als ik nu hiervan spring. Deze guy komt mij gewoon halen. Oh my god, oh my god, oh my god. En voor toch nog iets van progress te doen, ben ik begonnen met waterwielen te plaatsen. Onder de wood factory, of houtfabriek. Ik had iets van power store nodig en ik dacht steam engines is voor later. Eigenlijk zit ik nog maar bij het begin van de modpack. Ook al zijn we 8 aflevering verder. Ook al een klein beetje layout waar dat alles gaat moeten. Qua power output. Ja mensen, hier zijn we dan weer bij het einde van de video. Ik ben hier met mijn Mantis Shrimp. En ik heb deze aflevering veel van
Alex-maats gedaan, zoals je kan zien. Ik heb een mooi hoedje met een plus 1. De novelty hat. Ik heb een tarantula haak. Elytra. Outback leggings, die heb ik wel niet getoond, maar ik kreeg een kans dat ik niet geraakt word door projectiles. En ik heb roadrunner boost, waardoor dat ik sneller ben op het zand. Trident, gekregen van Bountiful, die achter mij staat. Ook maxed out, niet te vergeten, Marcos. Yeah boy. Dit magische zwaard heb ik ook gemaakt. Maar anyways, dat is weer het einde van de video. Ik hoop dat jullie het namelijk leuk vonden. Laat het weten door te liken en te commenten. En laat ook een subscribe achter. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Goed? Bye.